Sportal Zorgvliet is helemaal volgelopen voor de climax van het DHW-seizoen. Niemand twijfelt eraan, ook de speelsters niet. Vanavond volgt een groot titelfeest. Maar daar denken die van WZ natuurlijk anders over. Net als in de HEMA starten de Luikenaren goed. DHW loopt al gauw tegen 4 punten achterstand aan. 8-12 voor een efficiënt WZ. We hebben te veel emoties en ik had al de speelster in de kleedkamer verwacht dat zij moeten hun emoties niet laten gaan. Ze zijn naar de oorlog gekomen en we hebben getwijfeld. Vooral in het begin op sommige shots enzovoort. In verdediging waren we niet altijd goed geconcentreerd, denk ik. En onze twee keepsters waren, dat gebeurt soms, in een slechte dag. DHW knaakt aan de achterstand. Bij rust staat het 14-15. Nog geen paniek. Kampioen worden kan nog altijd. Er moet alleen een tandje bij. En met die instelling start DHW goed aan de tweede helft. Ze ogen een pak scherper. 19-18, knappe goal van Chamozi. Ja, je denkt in de wijk, erop en erover. Hè. Je probeert ze aan te moedigen, je staat sterk in je schoenen, denkt het. Maar dan komt Vizé ineens met een versnelling. En die versnelling konden ze niet volgen. WZ neemt de partij helemaal in handen. In een mum van tijd gaan ze zelf op en over DHW. 20-23 halverwege de tweede helft. Het publiek gaat er nog eens achter staan, maar het baat niet. Bij DHW lukt er niets meer. Bij WZ zit schijnbaar alles mee. 21-28. Frustratie bij coach Hoegaardy. Het titelfeest is niet voor vanavond. Eindstand 28-30. De teleurstelling is groot. Volgende week krijgt DHW in eigen huis meer kans in op de titel. Ik zei er in tranen bij jou. Ja, het is voor mij een heel grote ontgoocheling. Ja, niet alleen voor mij, voor heel de ploeg, denk ik. We waren er echt op gebrand om te winnen. En misschien daarmee dat we iets te lax aan de wedstrijd beginnen en de hoofdjes misschien al bij de overwinning. Ik hoop dat dat dus volgende week anders is en dat we volgende week dus wel 100% met de kopjes bij de wedstrijd zijn. Geloof je erin? Jawel, ik geloof er nog in. Ik geloof er echt nog wel in. Het gaat lukken. Volgende keer staan we weer terug met de fles champagne. Hey!